Het is waarschijnlijk zo dat in mijn jeugd dingen zijn gebeurd waar men mij niet voor heeft behoed. Dat ik daar heel erg van geschrokken ben. Dat ik altijd heb gehouden zonder dat ik mij een geval voor behandeling zou willen noemen. Zeker niet. Maar dat ik in privé en particulier leven altijd dat schrikachtige heb gehouden. Van dat ik niet helemaal durf. En dat je dan naar een winkel met die geel-zwarte kaarten, strijkende strepen. Dat je denkt, oh, ik ben over tijd en niet aan de knop durft te rammelen, dat ze je horen. En situaties als in de bank of in het postkantoor. Dat je aan de balie, dat ze zien dat je natte handen hebt. En als je dan naar buiten komt en je even schrikt en denkt, oh, parkeerbom. Maar dat is dat. Wegenregistratie. Papier. Gelukkig. Maar je schrikt toch even. En dat in de supermarkt. Als ik geen lijstje mee durf te nemen omdat het zo staat, zo'n man alleen staat, dat ik dan gewoon neem wat ik denk nodig te hebben, maar dat altijd, als ik vlak bij de kassa ben, te veel is geworden, dat ik denk, nou, dat geld heb ik geen eens bij me, dus dat ik dan het zomaar laat en weer opnieuw begin. Dat durf ik dus slecht. En dat ik het helemaal sterk heb bij stoplichten, als het rood is, het voetgangerstoplicht, dan weet je dat je moet wachten, maar is het groen? Om dan te durven lopen, dat halverwege niet rood wordt. Oeh, nou.
Dus, die dingen durf ik slecht. De hele dag. Daar schrik ik wel van. En daarom kon ik vanmiddag ook in Amsterdam niet meelopen voor de nuloptie. Omdat ik niet durfde afschrijven voor volleybal.